Als kind dacht ik niet veel na over het klimaat. Het was pas tijdens mijn werk als ingenieur in Afrika dat ik merkte welke impact het had op de mens. En dat zorgde ervoor dat ik wilde meezoeken naar een oplossing. Klimaatproblemen worden erger naarmate we de planeet verder opwarmen. En om dit een halt toe te roepen, moeten we stoppen met het toevoegen van broeikasgassen aan de atmosfeer. Onze lucht is geen gratis vuilnisbak. Koolstofdioxide, of CO2, is het belangrijkste broeikasgas. En wanneer we de uitstoot van CO2 tot nul willen herleiden, moeten we vrijwel alles wat we doen slim aanpakken. We kunnen hernieuwbare energie gebruiken in plaats van vervuilende fossiele brandstoffen, zoals steenkool of aardolie. Gezonder leven maakt ook een verschil. Vaker te voet gaan of met de fiets, geen energie verspillen en een gevarieerde voeding die niet al te veel vlees bevat. Zelfs als we al het mogelijke doen, komen we waarschijnlijk nog niet op nul uit. Dat betekent dat we daarnaast ook nog CO2 bijkomend uit de lucht zullen moeten opnemen. Dat kan bijvoorbeeld door de natuur te beschermen en te herstellen of met machines die koolstofdioxide opvangen en onder de grond opslaan. Wanneer de som van de uitstoot en de opvanging nul is, hebben we een netto nul uitstoot bereikt en stopt de verdere opwarming van de aarde. Die wereld zal er heel anders uitzien, maar het zal een wereld zijn die beter en gezonder is door de keuzes en veranderingen die wij vandaag maken.